En dan zoek ik jouw ogen en gaat het meer. Parada. Een kusje voor jou. Een kusje voor mij. Dat maakt me zo vrolijk. Je stem brak op een bepaald moment. De paniek in zijn ogen. Is het nu gebeurd? Nee, nu, zegt Jordi. De kleur van de stem is nog steeds mooi. En als je hier doorheen komt, dan zul je zien dat er kansen genoeg liggen. En die zijn er ook. Ben ik van overtuigd. Was goed? Hi. Hi. Jou ook? Ja hoor. Ja, dan maar zoenen toch? Liefde. Los elkaar. Ik heb het gevoel dat ik het niet meer haal, want het is hoog. Dan zak je even door je knieën. Denk naar beneden. Er zijn wel een paar optredens afgezegd omdat ik, ja, het niet meer kon. Dat maakt het wel een beetje eng, ja. Mensen boeken je voor je hoge stem en dat heb je ineens niet meer. Dus dan moet je wel afwachten wat de mensen er dan van gaan vinden. Goed cadeau en dat smaakt naar meer. Oké, nou laat je dit wel lager, maar dan ga je het hier vandaan halen, hè? Maar het komt ook wel dat het hoog is, hè? Het is wel hoog. Het is een hele onzekere periode. Je weet nooit zeker of je stem het nog wel doet. En hij heeft het natuurlijk één keer meegemaakt. Dat is natuurlijk lastig. Hij heeft één keer een nummer 1 hit gehad. Dus ja, dan heb je al snel de smaak te pakken en het gevoel van dat wil ik niet kwijtraken. Dus we moeten er bovenop blijven zitten. Volgens haar. Natuurlijk heb je zoiets van, ja, het liefst scoort morgen weer een nummer 1 hit. En dat je overgedraaid wordt, dat is altijd heel erg leuk. En dat was toen wel best volop bezig. Dus het was echt wel een heel erg leuke tijd. Jordi van Loon, het 15-jarige aanstormende talent, is een hitmachine van deze tijd. Verliefdheid is een toverbal, la 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 la. Mijn droom is altijd geweest om artiest te worden. Ja, en bekendheid, natuurlijk, dat heb je nodig, maar in principe komt dat erbij. En dat brengt je wel eens in wat moeilijke fases of probleempjes. Nou, dan kun je vergelijken met een ander kinderkutje, hoe heet het dan? Smit? Dat is allemaal mijn jou te danken, hè? Zeg je? Ik heb het allemaal mijn jou te danken. Op je knieën. Oh. Dat klopt niet. Zo stom, hoor. Ja, hij zegt door je knieën. En ik zei, ik zou best willen, maar daar doe ik niks mee. Maar ja, dat komt natuurlijk heel fout over. Een beetje raar, ja. Dat is dan weer zo'n typisch voorbeeld van, blijkt dan wel weer, even 1-2 jaar geleden. Dat ik dan zoiets heb, jeetje joh, kom op man, denk toch na voordat je wat zegt. Sommige dingen weet je gewoon geen houding te geven. Je probeert leuk te doen in een uitzending, dat gaat mis. Je weet op bepaalde dingen niet te reageren. Daar word je wel onzeker van. Wat is het nou voor jongetje? Een heel druk, vervelend, irritant jongetje. Ja, zo zie ik mezelf. Dat is gewoon heel vervelend. En die wel leuk kan zingen, naar mijn gevoel. Ik vind het wel belangrijk dat iets met iemand praat die heel veel ervaring in dat vak heeft. Ik denk dat jij gewoon maar wat praat. Ja. Niet de vraag dat je dat laat doordringen. Nee, dat heb ik op school ook nooit gedaan. Nee.